Welkom mensen van Boundtown, ik ben Rick van Serp Gameplay. Vandaag doen we een 100% Nederlandstalige indie game over horror. En ik heb geen idee wat ik kan verwachten, dat zien jullie allemaal na de intro. Oké, dan, ik heb geen idee of deze game ook maar iets eng gaat worden of zo. We zullen zien. We gaan gewoon even beginnen met dialoog. Hey, Jak! Ik zeg expres Jak. Gewoon nu, om nu al mensen boos te maken. Die filteren eruit. De mensen die niet tegen mijn uitspraak kunnen van bepaalde woorden. Want ja, ik zal dingen voor moeten lezen. Huh? Ja. Gefeliciteerd met je verjaardag. Bedankt, Mark. Jak ziet er sowieso al een beetje raar uit, maar ja. Als je iets wilt drinken, kan je het zelf pakken. Dankjewel, ik heb een armen. Ik hoef niks, maar toch bedankt. Daar heb je Sarah. Hallo jongens, sorry dat ik laat ben! Zo klinkt Sarah. Hallo, ik ben Mark. Ik ben hier pas komen wonen. Ik ben Sarah! Aangenaam kennis mee te maken! En gefeliciteerd, Jack! Gewoon Jack, hij is nog steeds Jack. Dank je. Wij zijn Larry en Darren eigenlijk. Ze kunnen hier helemaal met zijn! ik stop al, ik lees gewoon alles voor. Wie zijn Larry en Darren? Ze zijn ook gewoon vrienden. Ik dacht dat we alleen met z'n drieën waren. YOLO! Kijk, dat ben ik. Ik ben deze persoon. What the? Gast, wat heb je gedaan? Dat ging per ongeluk. Bij ongelukken schreeuw je niet eerst YOLO. Jak? Waar ben je? Het blijft gewoon leuk om Jak te zeggen. Darren, wat heb je gedaan? Ik denk dat ik weet het ook niet. De stroom viel gewoon uit. We zijn over een verlengsnoer gestruikeld. Volgens mij heb ik het snoer gevonden. Toen was er licht. Het spijt me, Jak. Ik blijf volhouden met Jak, hoor. Geef niets, alles doet het weer. Dank je! Nog gefeliciteerd, Jak. Gefeliciteerd, Jak. Wat een noodweer. Ik heb een hekel aan deze weg. Oh god, nou begint de horror. Ik hoop niet dat ik ga schrikken. Ik kan echt niet tegen schrikken. Hallo? Dat zou wel niet zijn geweest. Puntje, puntje, puntje. Hallo? Iemand? Het zit waarschijnlijk tussen mijn oren. Misschien komt het wel door mijn hoofdpijn. Dat feestje was een beetje te veel. Wat een spanning, jongens. Goedemiddag. Ah! Ga weg. We gaan een spel spelen. Ah, hoe kan je hier opeens staan? Mijn acting skills zijn zo goed. Ik hoop echt dat ik zou zo graag hier een tekenfilm inspreken. Lijkt me zo tof. Tips en tricks to survive. Gebruik AMD om de volgende pagina te lezen. Druk op K als je alles begrijpt. Oké, top. Oh wat, ik kon zojuist pagina's lezen en dat heb ik niet gedaan. Wat is er gebeurd? Waar ben ik? Oh, help! Sarah? Oké, okay, nou, ik heb dus geen idee wat ik aan het doen met een oude bureaustoel. Oké, okay. Ik heb een hartslag. Ik heb hier een sleutel voor nodig. Oké, hier kun je als het goed is, wat kun je doen? Ja, dat heb je net ook al gezien. Je kan hier namelijk opstaan. Ik wil niet opstaan. Nee, de N van nee. Oké, nou, we hebben een bureaustoel gevonden. Wat is dit? Lichtschakelaar. Oké, goed, goed. Een erg lelijk schilderij. Het is dus zo'n soort game. Het is een beetje een puzzelgame. Oké, ik zou wel een beetje rondlopen, derpen en als K gebruiken en dan hopen dat er wat gebeurt. Nou is de vraag vooral... Oh, ik heb een sleutel gevonden. Kijk, gaat goed. Gaat goed, ik heb een sleutel gevonden. Nou, gaan we verder. Ja, ik wil die sleutel wel gebruiken, ja. Oh, heb ik dat nou niet gedaan? Oh, toch wel. Huh? Sarah, ben jij dat? Mark, waar zijn we? Ik heb geen idee. Hoe ben je hier gekomen? Ik weet het niet. We moeten een uitweg vinden. Je hebt gelijk. Sarah, komt nu met je mee. Chill, ik heb een bitch gehosseld. Oké, hier is wat bloed. Hoe kan dit? Rustig gast. Het is vast toeval. Jack en Larry? Oh, nee, kut, ik zei Jack! Jack en Larry? Oh, dat gaat snel. Zijn jullie ook hier? Hoe zijn jullie hier gekomen? Ik kan het me niet meer herinneren. Ik ook niet meer. Ik kan me ook niet meer herinneren. Herinner jij je nog iets, Mark? Ik herinner het me nog. Zou ik iets vertellen? Dit zijn dus keuzes. Je moet keuzes hebben. Je hebt keuzes in het spel. Dat vind ik heel tof. Ik ben heel erg van dit soort games. Dus, ja. Ik zei ja! What the fuck, Mark? Nee, ik kan me niets herinneren. Dat is balen. Waar hadden jullie het over voordat we hier kwamen? Deze kamer ziet er net zo uit als mijn huiskamer. Oké, nou, je hebt gelijk. Hoe kan dit? Het is allemaal raar en zo. Maar we moeten hier echt weg. Je hebt gelijk. Help! Is dat Darren? Ik was hem helemaal vergeten. Volgens mij zit hij in de kamer hiernaast. Snel, naar de deur. Het heeft geen zin. De deur zit op slot. We moeten wat anders verzinnen. Iedereen, zoek in deze kamer voor hints. Oké, nou, dat zou ik alweer moeten zijn. Precies, jullie doen niks. Kijk, dikke stereo. Dikke stereolo. Hallo. Ik kan niet goed nadenken. Nou, dat kon je sowieso niet. De tafel staat niet zoals in mijn huis. Wat? De tafel staat... Oké, dus waarschijnlijk is het met de tafel. Aha. Ik hoorde iets. Goed gedaan, Mark. Jack, Larry en Sarah. Jack! Oh, Jack, Larry en Sarah gaan nu met je mee. Nu?
Met je mee, oké, okay, tof. Moet naar die tafel verschuiven of wat? Dat heb ik juist gefixt, jongens, serieus. Ik hoef niet terug te gaan, Darren heeft ons nodig. Oké, okay, cool. Ik heb serieus geen idee wat ik juist heb gefixt. Aha. Darren? Darren! Welkom in mijn huis. Oh god, wat heb je met Darren gedaan? En wie ben je? Er is niets gebeurd met hem. Hij heeft gewoon een zwak hart. Laat hem alleen! Jullie gaan een spel spelen. Het doel is ontsnap uit het huis. Het spel draait om vriendschap. En dat wordt moeilijk, aangezien jullie net allemaal logen. Iedereen herinnert zich nog wat er was gebeurd. Ik koos nog wel voor ja. Zie je wat een goede vrienden jullie zijn? Maar nu over het spel. Je kan maar op één manier ontsnappen. Vind 4 sleutels en ga naar de eerste verdieping. Open de deur en dan ben je vrij. Waar kunnen we die sleutels vinden? Elke sleutel zit in een kist. De sleutels liggen in de achtertuin, het riool, de kluis en het laboratorium. Succes met ze vinden. Begin bij het riool. Spoel de wc 6 keer door. Dan de achtertuin, daarna de kluis en dan het laboratorium. En nog één dingetje. De echte moordenaar is één van jullie. Ik ben alleen maar een kunstmatige intelligentie, geprogrammeerd om te moorden. Darren, word wakker! Jack? Ben jij dat? Wil je me omhoog helpen? Dank je. Hoe gaat het? Het kan beter. Ik heb alles gehoord. Laten we beginnen met vertellen wat er is gebeurd. Oké, ik begin wel. Toen jullie allemaal naar huis waren, werd er aangebeld. Ik dacht dat Larry weer wat vergeten was en deed open. Ik werd bewusteloos geslagen door de gemaskerde man. Ik ging naar huis en kwam de man met het masker tegen. Ik probeerde te vluchten, maar hij was sneller. En ik werd op mijn hoofd geslagen. Ik heb alles al verteld wat ik weet. Darren en ik werden ook na het feestje ontvoerd. Oké, wat nu? Laten we de sleutels gaan zoeken. We hebben weinig keus. Wacht eens even. De moordenaar zei dat één van ons dit heeft gemaakt. Dus wie is het? Ik verwacht erop geen antwoord. Je hebt gelijk. Laten we maar gaan. Volgens mij hangt daar een plattegrond. Darren, Jack, Sarah en Larry gaan nu met je mee. Ik vind nu al... Dit was de intro die ik had gelezen. Je moet dus zeg maar 4 sleutels zoeken, zeiden ze. En één van je vrienden is de dader. Dat is toch tof? Dat is toch een heel tof concept. Dat één van je 4 vrienden is dus de persoon die dit allemaal doet. We moesten de wc 6 keer doorspoelen, toch? Dit is de waskraan. De waskraan, dat is een heel raar woord. Waskraan. Ik ben heel benieuwd hoe ze schrikelementen erin gaan verwerken. Maar er is wel een lekker sfeertje bij mij gezet in ieder geval. Er zit hier niets in. Oké. What the fuck is dit? Oké, water. Handig. Heb ik vast wel ergens voor nodig. Een deur. Oké, ik ben buiten. Nou, ik moet nog niet heen. Ik moet eerst de wc vinden. Even plassen. Ik moet trouwens serieus heel nog plassen hierdoor. Ik kan die zo slecht tegen, hè. Plantenbak. Oké, maar ik vind ook de donkerheid. Zeer slecht. Daar kan ik niet tegen. De deur gaat niet open. Oké, dat is kut. This sucks. Ik ga zo meteen echt een plaspauze nemen. Gelukkig moet ik toch... Oh, het is zo'n game. Ik dacht al, het is zo'n game dat als die vent achter je aangaat... Dan moet je zeg maar rennen. Anders ga je dood. Ik dacht al dat het zo'n game was. Ik haat dat soort games. Nee. Oh, god. Ik heb daar zo geen zin in. Als iedere keer als die vent er is, dan moet je heel snel gaan rennen. Oh god, ik haat dat soort games. Ik haat dat soort games. Opslaan, hoppakee. Ja hoor, doe eens gek. Dan ben ik hier weer. Een oude bureaustoel, het lijkt echt op een globe hoor. Oké, ik ben hier weer. Een erg lelijk schilderij. Oh jongens, kun je niet gewoon stoppen? We zijn pas 8 minuten bezig. Oh, ik haat dat soort games, dat mannetjes op je afrennen. Hallo? Ik ben echt geen held in dit soort shit. Ik heb al meteen geen honger meer. Wat zei je? Er staat op het boek koken voor beginners. Ik heb al meteen geen honger meer. Oké. Een houten tafel. Dankjewel voor je beschrijving. Dit helpt. Waarom rent eigenlijk die man met een masker op ons af? Het is erg donker buiten. Het raam kan niet open. Oké. Wat de fuck is die foto daar? Dat ziet er niet leuk uit. Ben ik hier nou geweest? Oh, ik heb een sleutel voor nodig. Oké, dan. Nou, zijn onze opties redelijk beperkt. Redelijk. Ik zou meteen sowieso weer schrikken, dat is het probleem. Nou, ik wil weer hierheen moeten, denk ik. Ik zal weer moeten, hè? Wat is hier voor leuks te doen? Aha, een kaart van het huis. Oké. Kan ik hier veel uit opmaken? Nee. Dat kan ik niet. Nou, ik zie wel dat daar floor een... Volgens mij betekent de S het riool. Oké. Ja, maar daar had ik de G de tuin en SA de kluis. En L het laboratorium. Oké, dan. Laat ik dan even opstaan, joh. Weet ik veel. Gewoon om blijven opstaan. Dit soort games is altijd belangrijk dat je blijft opstaan, jongens. Wacht, wat stond er?
Een blauwe bank. Ah, dankjewel voor de tip. Sleutel. Ik heb een sleutel gevonden. Nice. Ik ga de goede kant op. Ja, ik stel voor dat we weer terug gaan. Waarschijnlijk schrik ik me toch de teringen van dat monster weer. Monstermanneke. Maakt niet uit. Ik moet deze kant op, toch? Sleutel gebruiken. Ja, graag. Wat is die stank? Waarschijnlijk het riool. We moeten de wc 6 keer doorspoelen, toch? Yep. Waar wachten we dan nog op? Wacht, er staat iets op het bord. Pas op voordat je doorspoelt. Waterverspilling wordt niet getolereerd. We moeten echt maar 6 keer doorspoelen. Rustig, gast, het is vast bluf. Oh god, ik wil niet 6 keer doorspoelen. Waar zijn mijn vrienden eigenlijk? Ik weet nu, als ik 6 keer door ga spoelen, gaan we dood. Oké, ik heb een fakkeltje aangestoken. Hoe weet ik nou hoe vaak we doorspoelen? Is hij nou aan het doorspoelen momenteel? Ja, toch? Ik hoor doorgespoeld. Ik ben echt totaal niet aan het tellen hoe vaak ik het doe ofzo. Ik doe echt maar wat. Ik ga zo meteen dood, of niet? Waarschijnlijk ga ik dood. Pas op voordat je door zijn baas... Oh, jongens. Jongens, toch. Tering. Er zit een ladder onder het tapijt. Waarom kan dat mannetje eruit? Verdorie. Oh, god. Dit is dus het riool. Wat nu? We moeten de sleutel vinden. Ah! Een bewoog is in het water. Rustig, gast. Maak je niet zo druk. Er is helemaal niets. Omdat je niets kan zien. Kom, we gaan. Jongens, ik vind het geen leuke game. Waarom raadt iemand mij dit aan? Wat een kutvrienden heb ik ook. Ik kan echt niet tegen schrikdingen. Nou, wie kan dat wel? Dat is waar. Weinig mensen, denk ik. Oké, lichtgevende dingetjes. Leuk. Wat? Waarom werd ik in één keer geteleport? Dat is glitchy. Ik ga zo meteen toch alweer dood, joh. Maakt natuurlijk uit. Waarom probeer ik het eigenlijk nog? Oh, wow, wow. Ik schrik me zo meteen toch alweer dood. Wat heb ik hier eigenlijk aan? Ik kan gewoon weinig lampjes aansteken. Dat vind ik fijn. Het feit dat dat mogelijk is. Oké. Nou, het is wel erg lang rechtdoor, hè? Zal maar weer de tering in schrikken zo meteen. Dat zal alweer. Het is echt niet goed voor mijn hart, dit spel. Echt niet leuk. We lopen lekker door. Ik heb het gevoel dat het oneindig doorloopt. Tot ik een bepaald iets gedaan heb. Ja, dat zal wel. Ja, precies. Dat dacht ik al. Het loopt oneindig door. Ik heb het wel lang geprobeerd, moet ik zeggen. Waarschijnlijk moet ik alle kaarsen aansteken. Dat is wat ik denk momenteel. Nog even een keertje opslaan, joh. Wat kan ik voor kwaad? Heeft opslaan ooit iemand pijn gedaan? Behalve de mensen die voor het opslaan zorgen. Wat? Er is een ladder, daar moet ik naar heen. Ik hoor een waterval. Nou, dan gaan we toch lekker die kant op, jongen. Als jij daar gelukkig van wordt. Wat is dit? Water. Oké, cool. Tof. Leuk. Oké. Ik vond een flesje water. Dat was tof. Ik zweep me echt de neten momenteel, jongens. Niet leuk. Oké. Ik vond een flesje water. En is dat goed? Is dat goed voor de storyline? Het feit dat ik een flesje water vond? Tuurlijk. Opstaan die zooi. Hoppa. Perfect. Even mijn zweten doksels krabben, hoor. Je weet maar nooit. Je weet maar nooit hoe kut deze game is. Oh, wacht. Dat weet ik wel al. Want ik schrik met continu de tering. Gaan we naar deze kant op. Hey, een flesje water. Oké, nice. Moet ik nou gewoon 10 keer overheen waggelen of... Nou, beter. Ik heb iets. Ik heb iets goed gedaan. Moet je nou water verzamelen of wat? Wat doe je ermee? Is dat levens? Ik heb geen idee. Nog een keer opstaan. Gewoon nog een keer opstaan. Je weet nooit wanneer je wat goed doet, jongens. Dat is mijn motto. Je weet nooit wanneer je een keer wel wat goed doet. Ik weet ook niet waarom ik schrik. Waarom schrik ik? Ik kan me ook gewoon laten pakken. En dan ik sta er 105 seconden op. Wat boeit het als ze me pakken? Ik ga maar 5 seconden doorlopen en dan keer ik om. Ik zou het liefst gewoon de hele XL gameplay hier lopen. Maar ik weet dat ik hier veilig ben, maar ja. Zo werkt het niet, jongens. Zo werkt het jammer genoeg niet. Ik ben ook heel slecht. Oh, hallo. Nee, die ben ik al lang geweest, joh. What the fuck? Ik ga nog maar een keer naar die waterval toe waar ik niks van begreep. Hallo. Oh, je kan hier gewoon langslopen, hè? Ja. Oké, tof. Aha. Ik heb het gevonden, jongens. We kunnen verder. Mooi. We kunnen gewoon verder.
Wat is hier voor leuks te doen dan? Ah, een klein lampje. Wat heb je eigenlijk aan die lampjes? Dan kun je misschien zien waar je al geweest bent. Dat zal wel heel handig zijn dan. Dat loopt dood, Rick. Dat loopt hartstikke dood. Wat is dit voor leuks? Nog meer doodloperijen. Oké, kistje. Met een dingetje erin. Oké, dan. Gaat goed. Gaat nog goed. Gaat nog goed. Ik ga naar beneden. Dat is een hele lange trap. Dat is vast goed. Hé, hey, kijk, meer licht. Dat vind ik fijn. I like some more licht. Oei, donkerheid. Donkerheid, donkerheid. Waarom verzamel ik flesjes water? Waarom doe ik dit? Ik hoop zo meteen een sleutel te vinden. Dat zou wel fijn zijn. Oké, dit ziet er wel goed uit. Dit ziet eruit als een heel goed teken van goeddoenheid. Dus hier moet een sleutel in zitten. Als we die robot geloven wel. Laten we kijken. Daar is een sleutel. Je hebt de rioolsleutel gevonden. Laten we verder gaan. Wacht even. Ben ik de enige die dat spook zag? Ik heb niets gezien. Volgens mij zag ik wel zoiets. Zou ik liegen? Nee, niet liegen. Ik heb denk ik ook een spook gezien. Gelukkig ben ik dus niet de enige. Meen jullie dat? Een spook? Jullie verzinnen dingen die er niet zijn. Dat maakt nu niet uit. We moeten hier weg. Op naar de tuin. Oh god, ja. En natuurlijk mag ik weer lekker gaan lopen. Nou moet het monster wel komen op de terugweg. Moet ik de hele achtervolging gaan doen. Hele, dan moet ik natuurlijk het pad terug weten. Dat is natuurlijk... Dat is raar. Ik ga er niet omhoog hier. Oh wel. Kon je daar gewoon overheen? Wat zeg je nu? Dat zegt hij nu, hè? Ik ga dat pad terug nooit halen, trouwens. Een lampje. Ja, dat maakt een hoop goed, jongens. Het beest moet ieder moment wel komen. En dat kan ik nooit redden, jongens. Het kan mijn hart helemaal niet aan. La 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 la. Het gaat nog redelijk goed met mij. La 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 la. Ik zing en ik ben heel blij. La 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 la. Ik ben bijna bij de ingang. En ik kan hier opstaan. En ik leef nog steeds. Woehoe! Gaat lekker. Gaat hartstikke lekker. Oké, ik ben weer bij de wc. Wat, dat was het verspilde water gebeuren. Oké. We moeten toch naar de map, denk ik. We worden toch wel gepakt ieder moment. Ik ga er maar gewoon vanuit. Ik weet tenminste wat er gaat gebeuren. Ik word ieder moment gepakt. Nee, dit is een kaart. Dit is een kaart, toch? Ja. Een kaart van het huis. Volgens mij betekent S3, hoor. Waar moest ik ook weer hiernaar? In gele tuin? Ja, oké. Okay, staat op volgorde. Oftewel, we moeten naar de kamer hiernaast. En daar proberen de tuin in te komen, denk ik. Ja, waarom staat G voor de tuin? Oh, garden. SA, de kluis. Oftewel, safe. Oké. Huh, was dat niet eerst het riool dan? Oh, SA. Ik dacht al, SA. Ja, oké, dan moet de trap op dus. Oké, tof. Dat was echt tof, V. Oftewel... Moet proberen er... Waar zijn de bloedvlekken eigenlijk voor? Dat is vast... Oh, goeie. Oh, daar heb je hem. Hey! Goedemiddag! Wil je het nu proberen? Nee, ik kap ermee. Zal ik nog... Loopt hij nog gewoon weer naar binnen? Nee. Oké, dan is hij opeens weg. Oké, dat is een beetje zoals een Indonesia. Oké, ik ben in de tuin. Dit is niet zo eng. Dit is best leuk. Oh, dan kun je... Oké, nog een deur. Een dorpdeur. Oké, de bliksem verlicht ook nog een beetje. Dat vind ik wel fijn. Nou, tuin. Waar ben je? Zijn ze dat wel begraven liggen of zo? Iets wat je toch niet, waar ik toch niet meteen kan vinden zonder items te hebben. Dat weet je nu alweer, hè? Nou, niet echt een heel bijzondere tuin in ieder geval. Oh, verdomme. Rennen! Ik ren er weg. Stom wezen. Ach ja, chill is. Nou, als je me 100 keer laat schrikken, dan bent het wel zo'n beetje. Dat is fijn. Hij wil opeens niet naar onder lopen. Nou ja, in de tuin is in ieder geval bar weinig te doen. Behalve chill in de tuin. Ik heb iets van een spade nodig. Een spade. Dat is een heel mooi woord om... Oké, dit is dus de achtertuin. Wat is het groot? Ik vraag me af wie de vorige bewoners waren. Sarah, je bent een genie. Dank je. Wacht, waarom? Wie verlaat nou zo'n groot huis en laat de meubels achter? Niemand? Inderdaad. En wat bedoel je? Als een van ons de moordenaar is, dan is dit zijn of haar huis. Dus van wie is dit huis? Ik weet het niet. Wacht, je zei dat hun je vrienden waren. Ben je nooit bij hun thuis geweest? Larry, je bent toch ook zijn vriend? Een beetje, ik bedoel... Ik ken Jack pas net. Het is Jack. Ik ben hier pas komen wonen met Darren. Darren is mijn broer. Dat klopt. Ik ken hem ook nog niet zo lang. Ik ben hier ook pas komen wonen. Jack, je hebt wat uit te leggen. Je bent ook nieuw hier. Rustig iedereen. Er is niets om uit te leggen. Mag ik jullie geen vrienden noemen dan? Daar gaat het niet om. We zijn hier allemaal net komen wonen. En we zijn allemaal je vrienden. Een beetje raar, hè? Ben jij de moordenaar, Jack? Nee! Dat is gewoon toeval. Als ik de moordenaar ben, waarom zou ik dan deze theorie beginnen? Je hebt een punt.
Laten we verder gaan. Ik wil hier snel weg, voordat jullie me nog vermoorden. We kunnen inderdaad beter gaan. Ruzie heeft toch geen zin. Puntje, puntje. Ik ben benieuwd of we dit in de XO gameplay uitkrijgen eigenlijk, deze game. Daar ben ik benieuwd naar. Het chill is, aangezien het monster me toch een miljoen keer laat schrikken, dan bent het schrikken wel een beetje, weet je wel. De eerste paar keer is van, oh my god, wat nu? En ondertussen heb ik al, ik word al een stuk meer relaxed. Van, nou heb je hem weer. Zijn masker op, weet je wel. Hetzelfde geldt voor Amnesia. Ik speel het altijd echt per één aflevering, omdat ik dan flip en stop, maar je kan die game het beste in één ruk uitspelen. Dan wordt er een stuk minder eng van. Zo van, hey, heb je hem weer, het monster, leuk, grappig. Maar ik kan gewoon wat gras lopen, ik ben heel netjes aan het doen. Aha, wat zie je voor leuks. Je hoort het water wegstromen. Wat? Wat had er dan weer in? Het zou me niks verbazen als er een keer een moord naar achter me aan. Nee, een gat in een boom. Oké. Okay. Bomen met gaten. Bomen met gaten. Oh, een kist. Met water. Maar dan vraag me nog steeds niet waarom. Wat is hier te doen? Omgevallen hek? Achtergelaten hond. Oké, dan. Ik snap er de ballen van. Dat is het. Wat heb ik zojuist gedaan? Wat heb ik zojuist bereikt? Welk deel van de tuin moet ik op? Dat is ook een hele goede vraag. Waar moet ik eigenlijk heen? Oh, die ziet er wel goed uit. Hekje! Yay! Woo! Oké, dan. Ik ben benieuwd of jullie deze XO gameplay een beetje leuk vinden. Of dat jullie het juist echt de baggerballen vinden. Oké, dat diep hartstikke dood. Ik hou niet van doodlopende paadjes. Vooral als mannen met maskers op me afkomen. Ik vind het echt zo'n plotter als ik het zelf ben of zo, weet je wel. Dat ik gewoon gek ben in mijn hasses. Ik vind het in ieder geval goed dat wij een van de sleutels hebben. Dat is al goed voor de verhaallijn en shit. Dat wijst er wel op dat ik goed bezig ben. Hey, ik kan er een keertje opslaan. Ik vind het nog steeds raar dat we rechts niks gevonden hebben. Ik zou echt zeggen dat de rechter wat zouden moeten vinden. Ik ga nog een keertje terug. Terug naar Oegstgeest. Dat is een grap die niemand begrijpt, maar dat is een Jan Wolkers boek dat ik moest lezen voor school. Nou, dat is mijn eigen keuze om te lezen, hoor, daar niet van. Alleen deze van, hé, als ik toch een boek moet lezen, dan lees ik wel terug naar Oegstgeest. Je bent er niet geweest, toch? Ja, precies. Gaat goed. Ik denk dat dit wel goed gaat. Waarschijnlijk word ik zo meteen wel vermoord, maar behalve dat. Zou het niet even ergens iets wel kan opstaan ofzo? Hier zo, toen ik binnenkwam. Dat zou wel fijn zijn. Nee. Dat dan weer net niet. Kan ik hier niet doorheen lopen? Nee, dat dan ook weer net niet. Nou, dan gaan we maar de stijgers op, beetje boeien. Oh, mijn microfoon valt ineens tegen mijn borstje aan. Tegen mijn borsten. Mijn ferme boezem. Oké, dan. Ik heb hier geen zin meer in. Ik raad jullie allemaal aan deze game te downloaden. Hij is gratis te downloaden, dus hoe heet hij ook weer? Wat, ik ga zoeken voor jullie. Hij heet... Welcome to the Mansion. Nou ja. Oh, kijk eens aan. Kijk eens aan, jongens. Watertje. Ik weet nog steeds niet wat ik naar me kan, maar hartstikke leuk. Dat is vast... misschien is het wel een puntenindicatie, hoor. Het zou gewoon kunnen. Het zijn Minecraft survival maps en jump maps. Dan hoe meer shit je vindt, hoe meer punten je hebt, joh. Ik ga het wel tof vinden als we de game kunnen uitspelen. Dan kan ik misschien weer een beetje normaal slapen. Als ik weet wie de moordenaar is. Dat hij gepakt is. Oké, hier beneden zou ik alweer verder moeten. Wel een grote tuin inderdaad. Ah, de tweede grote kist. Gaat lekker, gaat lekker. Dus hier ligt de tweede sleutel. Inderdaad, laten we het openen. Daar ligt de sleutel. En hier is de sleutel. Wat? Je hebt de tuinsleutel gevonden. Kom, we gaan verder. Rustig aan, Jack. We weten nog niet zeker of jij de moordenaar bent. Ik geloof niet dat Jack het is. Wie is het dan? Weet je nog wat de robot zei? Het is een spel over vriendschap. Dus misschien is niemand de moordenaar. En is het allemaal een test. Dat klinkt logisch, maar we moeten echt verder nu. Waarom die haast? Ik wil hier gewoon snel weg. Oké, dan. Laten we gaan. Oké, nou, die kan ik niet zeggen. Die kant kun je waarschijnlijk niet op. Kan je nog opstaan hier? Ja, oké, nice. Yay! Woo! Ik heb ook al twee sleutels. Tot nu toe gaat het best goed, hè, jongens? Ja, ja. Dan moet ik weer omhoog zien te komen. Gaat dit weer oneindig naar rechts? Nee. Nou, ik weet dat het hoofdthema is, je moet omhoog. Ik vind het nog steeds raar dat ik nog steeds niet achtervolg word. Ik zou steeds veel meer achtervolgingen verwachten. Dat hij me af en toe een keertje laat schrikken. Zeg van, hé, kiekeboe. Bij het tegenvalletje. Ja, weet je, ik vind het ook wel best zo, hoor. Je hoeft me niet per se te laten schrikken om het leuk te hebben. Weet je? Je hoeft niet per se je hartslag boven de 3000 te hebben om een leuke avond te hebben, jongens. Dat hoeft niet. Nou, kijk, opstaan. Nice. Ik word echt zo blij. Gewoon iedere keer als ik een opslagboek zie. Een erecte penis. Oké, cool. We zijn er weer. Hallo. Zodra ik binnen ben, ga ik dood of niet? La la la. Kan ik hier nu ergens opstaan of zo? Ja, ik moet hierheen nu. Oh, cool, dat kan ik gewoon. Tof. Hetzelfde, maar toch verschillend. Huh? Beweegt dat bed? Misschien kunnen we daar beter wegblijven. Ja, dacht het niet. Een bureau.
je ziet een mooi uitzicht vanaf hier. Helemaal niets. Oké, ik ga naar bed toe. Oké, dat was geen goed idee. Haha, ik luisterde niet. Wil je opnieuw proberen? Ja, joh, doe maar. Ik had dat binnen opgeslagen, of niet? Ik zie dat helemaal verkeerd. Nou ja, ik was al hier. Nee, valt wel mee. Ik moet echt nog pissen. Ik ga zo even een pispauze nemen. Als ik dit edit in Vegas, dan zie ik alweer aan mijn audiolijn wanneer dat was. Dat is mooi. Nou kijk, keukenlampje even aan, joh. Doe eens gek. Doe eens, motherfucking gek, Rick. Nou, ik doe al normaal, want dan doe ik al gek genoeg. Hey. Nou, in ieder geval wegblijf bij dat bed inderdaad. Laten we dat advies maar gewoon opvolgen. Ik moet ook... Oh, dat bedoel ze met hetzelfde, maar toch anders. Zit het eindigt wel gewoon, oké. Tof. Oké, dus ik gok dat hier onder een van de bedden zit die vent niet. Oh, vet. Ik hoor een geluid achter me. Oké, zit dan nog steeds onder het bed? Dat twijfelde ik even aan. Oké, ik rem momenteel weg. Hij komt niet achter me aan? Oké, tof. De muur is helemaal verdwenen. De schakelaar had dus wel zin. Oké, nice. Een trap naar boven. Hopelijk vind ik boven iets. Eigenlijk durf ik niet te gaan. Ik ook niet, man. De tweede verdieping. Laten we snel naar de kluis gaan. Ik ga even gauw een pispauze nemen, want ik pis in mijn broek momenteel. Dus ben zo terug. Bitches. En dan zie ik aan de audiolijn en knip ik het weg. En dan zoef, zoef ben ik weer om mezelf dood te schrikken. Tot zo. Oké, het avontuur zet zich verder. Ik heb even in mijn broek geplast op het toilet. Oké, even een klikje doen. Hoppakee. Als het goed is, doet hij het weer. Laten we snel naar de kluis gaan. Volgens de kaart moeten we naar links. Ja, dat is een rechtergang. Kom, we gaan. Lekker duidelijk. Ik loop naar rechts momenteel. Waarom? Ja, hele goede vraag. Volgens de kaart moeten we links, loop naar rechts. Hoppakee. Ik heb medelijden met de muis die hier woonde. Oké. Kijk uit, extreem gevaarlijk. Oh, dan zou ik wel weer doodgaan, hè? Wat een grote kamer. En wat een ruimteverspilling. Oké, dit vind ik best wel... Dit vakje is gek. En dit vakje is gek. Oh nee, dit hoort gewoon bij patroon. Het is niet echt een... Oké, botje. De knop is je uitweg. Oké. Stekels? Wat gebeurt er? Wat een uitweg, ja. Die gast zal in een van die kisten zitten. Ga even proberen, joh. Oké, een beetje water. Ik vraag me echt af of het JP is. En wat is die ander? Ook een water, oké. Ik vind het wel tof. Gewoon wat anders een keer. Zijn er ook plekken waar geen stekels komen? Ja. Zat plaatsen zelfs. Zoals hier. Hoe ga ik dit doen, jongens? Hoe doe ik dit? Oh, je gaat ook in één keer dood meteen. Dat is wel minder. Waar ik sowieso in kan is dit. Dat is goed. Dat zwarte vakje... Nee, ik moet even een vakje zoeken waar geen stekels zijn. In het algemeen. Nou, hier zou... Oh, daar zijn wel... Ik zuig erin. I'm going to admit eerlijkly. Dat is een heel mooi Engels woord, eerlijkly. Ik zou ook best wel een hoge hartslag hebben als ik ieder moment dood kon gaan. Denk ik. Waar kan je heen? Dit jaar weer heen. Ik zie echt eventjes geen uitweg hoor. Is dat raar? Tenminste, ik weet niet hoe ver ik kan lopen. Ik ga wel proberen. Hoppa! Gaat lekker. Je moet het iedere keer redelijk ver lopen. Ik zie daar rechts wat zwarte blokjes waar niks mee gebeurt. En dan gaat in één keer een pad open. Oké, dus we moeten naar rechts onderin eigenlijk. Hoppa. Oké, we zijn er bijna. We hebben nog ergens vrijheid hier of doen ze daar niet aan? Ik zie daar dat witte blokje daar. Nee, dat staat gewoon aan. Oké, kut. Ik kan in één keer doorrushen naar het einde, maar dat lijkt me niet het beste idee ooit. Heel goed kijken waar niks gebeurt. Oh, blokje voor me gewoon. Really? Oké, dat gaat nog goed. Zijn is dat zwarte blokje daar? Nee, die is ook niet veilig. Ik zit even ieder blokje te scannen hoor. Van hé, is het daar veilig? Nee, deze is niet zo heel veilig. Niet zo gek veilig in ieder geval. Ja, wat moet ik doen? Jongens, wat moet ik doen? Ik heb echt geen idee namelijk. Ik ga maar gewoon naar beneden lopen. Sorry, ik ga dit maar gewoon proberen. Oké, dat gaat me nooit lukken. Oh, gelukkig zijn ze weg. Poepoe. Ik zou even op willen slaan nu eigenlijk. Mag dat?
Niet weer een kamer met stekels, maar als we die sleutel willen, moet het maar. Waar? Tuurlijk wil ik even opstaan, dankjewel. Ja. Oké, cool. Kistje, waar is dat water voor? Ik wil een logische verklaring, wat is dit? Ik haat die stekels. Oké, dan. Gaan deze stekels nog aan of niet? Dit is heel raar. Huh? Oh, daarboven is iets, oké. Oh nee, sorry. Ik zat bijna even vast. Oh gossie. Sorry, mijn commentaar is nog niet echt heel extreem of zo. Ik kan er niet echt veel aan doen. Gaat nog goed, toch? Oké, nou wordt het moeilijk, want je ziet geen flikker. Ik zie dat er links van niks gebeurt, in ieder geval. Nou, we lopen heel graag naar links. Mooi. Oké, en wat is dan het einde hier? Voor mij loopt het gewoon dood, of niet? Ik ga even heel gauw testen. Nee, niet. Oké, cool. Ik kom uiteindelijk nog wel, jongens, in de showbiz-wereld. Nou, voor mij is het witte gewoon veilig, toch? Dat zwarte dat niet zo... Oh, toch niet. Dat had ik het type fout. Ik gooi dat naar rechts moet hier. Hier zo. Ja, ik haat dit echt. Verschrikkelijk. Voor mij moet ik naar de overkant, maar ik weet het niet zeker. Oké. Ik vraag me ook echt af hoe ver je checkpoints in verwerkt zitten. Doe de samba, doe de rare twist. Oh, die boven me is gewoon goed. Oké, cool, cool. Ik vind het echt zoiets dat ze eerst lekker gaan concentreren en dan denk ik, brrr, ik schrik je. Oké, het gaat nog goed, het gaat nog goed. Het is echt een doolhof van stekels. Wie heeft dit verzonnen? Dit is echt 3. Ik weet niet of ik dat wel red. Wat is er aan het einde? Gaan we lekker doorlopen. Oké, nee, dat is het niet. Wat is hieronder? Ik ga wel voor de bovenkant dan hoor. Maar iedere keer van zwart naar wit lopen, is altijd goed. Je kan ver, maar je einde is nabij. Dat is niet aardig. Lalala. Nou, dan zou ik wel naar onder moeten, denk ik. Even kijken hoe die gaat. Oké, dus als ik hier voorbij ben, dan ben ik redelijk veilig. Oké, tof. Even iets wat ben ik aan doen, Rick. Tot nu toe, ja, het is niet zo heel gek moeilijk. Je moet gewoon heel goed kieken en daar heb ik soms moeite mee. Oké. Ja. Dan moet ik natuurlijk ook nog helemaal terug, hè. Ik had echt niet door moeten lopen hier, om te kijken wat ik aan het doen was. Oké. Hey, een kist. Wow, de derde sleutel. Volgens mij is dit geen normaal huis. Welke gek heeft sleutels in zijn... heeft stekels in zijn huis? Een erg rijke. Kijk eens naar die goudstaven. Zouden we een paar staven meenemen? Dan zijn we rijk. En waarschijnlijk dood. De moordenaar laat ons echt niet weglopen met zijn geld. Open gewoon die kist. Hier is de sleutel. Je hebt de kluissleutel gevonden. Nog een sleutel. Op naar het laboratorium. Oh, ik vind dat het spel niet enger wordt of moeilijker of moeilijker. Alhoewel, die stekels waren redelijk kut. Hey. Oh, we moeten ook nog helemaal terug. Tuurlijk moeten we helemaal terug. Het zal moeilijker geworden zijn. Ik hoor alleen een tikken, maar ik zie de stekels niet. Huh. Loop maar gewoon door hoor. Oké, apart. Gewoon doorlopen tot je opeens dood bent, joh. Oké, kijk, we zijn er weer. Heel graag wil ik opstaan, mevrouwtje. Oké, ik ben hier weer. Oké. Wat leuke bordjes, de knop is je uitleg. Ja, welke knop? Die heb ik al lang gebruikt, man. Nog één sleutel. En waar is die ook alweer? Ja, dat weet ik niet. Opslaan. Ik moet even terug naar de map, denk ik. Ik ga ook nog naar rechts, trouwens. Vast iets leuks te doen hier. Ik heb hier één sleutel voor nodig. Gewoon in het algemeen, één sleutel. Of, ja, blijkbaar. Daar is nog iets te doen. Vast niet goed. Ga je vast dood van. Deze tafel was ook niet goed. Komt dat mannetje er weer uit of zo? Hij komt overal uit, joh. Waarschijnlijk als ik deze deur open gooi, komt hij ook boeien. Oh, je hebt ook daar al een sleutel voor nodig. Jij wel, jongen, jij wel. Nou, is de vraag: moet die sleutel nog vinden of. Ja, wat is er dan met dat muisholletje? Ik heb meelijden met de muis die hier woont. Oh, er zit een bordje naast. Kijk uit, extreem gevaarlijk. Ja, dat is voor die stekels, toch?
hier ook naar beneden? Nee. Oh, oké. Okay. Ja, dat is weer die stekelkamer. Oké okay dan, oké okay dan. Oftewel, het leven is gewoon kut eigenlijk. Ik moet eigenlijk gewoon de trap weer naar beneden eigenlijk. Gewoon kort samengevat eventjes. Ja, oké. Okay. Toppie. Waarschijnlijk ook vermoord nu. Ja, waarschijnlijk wel. Hey, plant. Hallo, plant. Wat ik dus momenteel nodig heb, is eigenlijk één sleutel en ik heb geen idee waar dat kutding is. Oké. Okay. Hetzelfde, maar toch verschillend. Ja, oké, okay, dat wist ik. Waarom ben ik maar dood, man? Ik weet dat je hier ergens zit. Ik weet dat je me dood wil maken. Waarom maak je me niet... Wat hoor ik daar? Laten we dat maar niet doen. Ik voel me wel een beetje veilig in het licht, eigenlijk. Waar is de kaart? Waar gaat dit heen? Oh ja, de tuinen hoef ik niet. Ik hoef geen tuinen. Echt niet, hoor. Dit is de kaart, ja. Kaart van het huis. Volgens mij betekent de S3O. Vergeten tuin, S-Adekluis en L het laboratorium. Oftewel, daar heb ik een sleutel voor nodig. Alleen ik heb geen idee waar ik die kan halen. En ik heb geen idee om heel lang doelloos rond te dwalen naar... Oh, verdorie, heb je hem weer, hoor. Zit een plaatje zo irritant? Oh, jongens, toch? Ja, joh. Hoe de fuck kom ik aan de key voor dat lab dan? Als ik het niet weet, ik ga niet urenlang ronddwalen dus om die sleutel te vinden. Ik denk... Moet er gaan zo met die muis zijn. Ik heb hier een sleutel voor nodig. Ja, jij wel, man. Jij hebt daar wel een sleutel voor nodig, ja. Ja, hier heb je ook een sleutel voor nodig. Ja, dat zei je eerder ook al, maar ik vind dat gewoon niet. Ik vind dat jij niet zo moet zeuren. Dat moet je. Ik heb echt geen idee wat ik moet, jongens. Ik weet het gewoon echt niet meer. Zal ik het opzoeken? Ik ga het opzoeken. Ik heb geen zin om hier te lang mezelf dood te schrikken. Dus ik ga het opzoeken en dan ben ik zo terug. Tot zo. Ik ben een poepert. Ik ben een bange poepert. Ik ga het gewoon lekker opzoeken. Ik ga voor de rest niks opzoeken. Ik ga alleen opzoeken waar de fuck ik die sleutel krijg. Tot zo. Een heleboel speuren en zelfs uit wanhopigheid de maker van het spel een privéberichtje gestuurd hebben op YouTube. Heb ik het gewoon gevonden. Ik ben teruggegaan naar die kamers met de bedden. En in de tweede kamer onder het bed lag een sleutel. En ja, ik heb geen idee waarom. Ik las namelijk in de reacties ergens onder de derde kamer onder bed. En ik dacht, nou oké. Weet je, oké. En toen dat ik daar gekeken lag en niks, dacht ik, nou heb ik die misschien nog gepakt. En dan heb ik hem in ieder geval gevonden. Waar de fuck ben ik? Dat is een goede vraag. Ik ben hier. Waar ben ik? Alleen het lab nog. Oké, gaat goed. Ik heb het lab al opengemaakt. Omdat ik had net een andere opname. Alleen het schermpje springt iedere keer naar links. Dus heb ik mijn hele setup even naar mijn andere beeldscherm verplaatst. Alleen het lab nog. Oké, cool. Alleen het lab nog, jongens. En hebben we deze verschrikkelijke game uitgespeeld. En dan voel ik me toch een beetje meer mannelijk dan dat ik begon aan deze, wat het ook is. Ik voel me toch een klein beetje extra mannelijk, ja. Toch een beetje extra bloed naar mijn penis. Hier begon ik net toch? Of ja, hier begon ik net. Ik heb dus zojuist een rondje gelopen achter iets. Hé, een trap. Ik ben dol op trappen. Ik zie alleen maar water in beeld. Oké, hier staat een driehoek. Waar staat die driehoek voor? Gevaar. Gevaren driehoek. Staat voor gevaar. What the fuck is dat? Oké. De deur gaat niet open. Dat is nou even flimpotje jammer. Wat is hier zoal te doen, jongens? Lalidadida. Nou, je kan sowieso lopen. Dat is ongeveer de hoofdawesomeheid die deze game te bieden heeft. Lopen. Hey, water. Nice. Je schijnt het water te kunnen drinken om je... Laser. Oké. Dat doet niet zo gek veel. Moet ik er doorheen lopen of wat? Wat moet ik doen? Ik gok dat ik hem ergens uit moet zetten. Dat is meestal zo met lasers in ieder geval, dat is mijn ervaring persoonlijk. Alleen hoe? Hoe zetten we die laser uit? Dat is een hele goede vraag. Die veel mensen zich afvragen. Wat de fuck zijn deze? Oh, kijk, ik ben erachter. Goed zo. Ik ben erachter. Letterlijk en figuurlijk ben ik erachter. Wat de fuck is dat? Waarom zit daar een raammannetje in een doos? En waarom zit daar een raammannetje in? Wat de fuck was dat? Wat was dat rollende balletje? Oh, spookjes. Spookjes. Oh! Pas op. Rick, pas op. Rick, pas op, er is een raar spook hier. Dit vind ik niet leuk. Want ik... Oké. Nou, ze hadden het in het begin wel over... Oh, zag je dat spook ook? Nou, dat spook dus. Voor extra beetje duidelijkheid. Alleen dat lab nog. Nou, oké. Dan zijn we weer terug bij af. Leuk. Er is in ieder geval een gemeen spookje dus. Dat weten we dan ook weer. Er hangt daar een bord. Wat staat erop? Dat weet ik niet. Er staat op, druk niet op de knop. Oh, dan ga ik waarschijnlijk dood. Oh... Dat is een flink voltage. Dat doet pijn aan mijn hart.
In deze game moet je maar beter gewoon gehoorzamen. Maar ik ben een beetje een ongehoorzame hond, dus ja. Dat is wat je dan krijgt. Woef, woef, zei de ongehoorzame hond. Even een flesje water pakken, want ja, die shit gebruik ik toch nooit. Oh, dat is niet eens dat is gewoon de goede kant waar ik op ga, jongens. Daar stond een stroompje. Dat is dus sowieso niet goed. Die was een flesje water te halen. Ik begin hier goed in te worden. Moet vooral dat spookje even ontwijken. En voor de rest is het nog steeds, ja, wat de fuck moet je doen? Is nog steeds de hoofdvraag die wij ons af moeten vragen. Hierachter is in ieder geval iets. Ik kan ook hierheen, toch? Wat is dit voor jongen? Wat is dit, jongens? Hier is een deur. De deur gaat nog niet open. Oké, dan. Duidelijk praat. Gaan we weer omhoog. Alleen ja, niet geraakt worden door dat spookje, want dat gaat niet goed. Alleen hoe weet je waar dat spookje is? Oh, daar is hij. Oké. What the fuck is dit voor ding zo, jongens? Misschien moet ik al die capsules afzoeken voor iets? Hallo? Oh, hoi. Moet ik hem pakken? Nee, dat moet je niet doen. Hij is alleen een beetje high. En hij is niet lief. Je moet hem niet kietelen. Ik heb nog steeds geen idee wat ik moet doen, dus eigenlijk. Ik weet wel welke kant ik op moet. Ik kan heel snel door het lab heen momenteel. Ik kan nog even voor de zekerheid nog een keer dat muizenholletje checken. Nope, er wordt geen bal. Geen muizenbal. Nou, we gaan weer omhoog. En een gevarendriehoek. En iedereen, waarom loop ik? Ik loop nu best wel om trouwens. Ik loop best wel om. Er moet daar wat te doen zijn. Kan haast niet anders. Of iets met... Wat de fuck moet dat voorstellen? De deur gaat nog niet open, hè? Dat is minder, hè? Dat is minder. En daarboven is een irritant spook. Dat is ook niet echt... Oh, kijk. Ik kan naar achter, jongens. Wat goed. Wat goed. Wat is hier te doen? Hallo daar, iedereen. Ik heb geen idee wat ik aan het doen ben. En is deze gang oneindig? Nee, dat is hij niet. Oké. What the fuck is dit? En toen ging de stroom aan. Woo! Yay! Ik denk dat ik even kan opslaan. Ja, kijk. Wil je opslaan? Ja hoor. Oké. Nou krijgen we dus iets met stroompuzzels. Oké, cool. En dan moet je niet doorheen lopen. Ik kan de stroom niet meer uitzetten. Dat is ook raar. Oké, ik zou vast even iets moeten timen of niet? Nee, deze doet het gewoon niet. Oké, dan niet. Mooi. Dankjewel. Dit gaat nog redelijk goed. So far, so good. Ik haat het als een lampje gewoon niet aangaat. Zo van, ja, wat wil je nou eigenlijk doen? Wil je nou eigenlijk wachten tot oneindigheid of... Ik zag hieronder ook al iets bewegen. Was het gewoon mijn hart? Dat waren die. Geel op mijn hart, dat is gewoon vet of zo. Als je heel veel vet eet, dan gaat je hart er zo uitzien, heb ik geleerd. Dat is niet goed voor je. Gewoon doorlopen, joh. Oké. Kan ik hier niet meer langs? Oh, ik wou net zeggen, ja. Huh? Ik zit te vasten. Oké, beter. En nou is de vraag: moet ik nog hierheen of niet? De vorige keer was hier een gemeen spookje, meneer. Oh, ik had die dingen nog niet geloot. Oké, nu wel. Mooi. Ik gok dat ik gewoon terug moet naar die ene plek waar ik eerst niet langs kon, dat ik daar nu wel langs kan. Dat is mijn gok. En dan zullen we wel weer zien. Hopelijk is dat de laatste kist. En dan kunnen we een beetje gaan finishen met deze game. Het is hier toch, ja. Hey, hij is uit. Hoppa. Oké. Wat nu, wat nu, wat nu? Flesjes water, heb ik daar nou zoveel moeite voor gedaan? Blijkbaar wel. Misschien is de deur dan open, die ene die net nog niet open was. Weet je wel, die deur. Die zal nu waarschijnlijk wel open zijn. Dat is meteen mijn enige hoop. En anders dan zit ik redelijk vast. Dan weet ik dus nog niet wat ik moet doen. Dit zal wel aangaan, toch? Meneer de stroom, wilt u alsjeblieft even aangaan? Dan kan ik even verder. Oké, ik loop maar verder. Oké, dan. Yay, de deur is open. En een kist. De laatste sleutel. Maak open dan. Eén moment. En daar is onze vrijheid. Je hebt de labsleutel gevonden. Zijn we vrij nadat we de deur doorgaan? Wat denken jullie? Waarschijnlijk wel. Ik weet het niet. Ik denk het niet. Zou ik dat vertellen? Ja. Ik denk dat het de uitgang is. En ik zei dat je niet moest liegen, vriend. Waarom doe je dit nou? Kom, we gaan kijken wat er achter de deur zit. Oké. Welke deur? Dit is toch een opslagboek? Ja, oké. Opslaan. Mooi. Ik heb alle sleutels. Welke deur? Zoals welke deur hebben ze het over? Ze hebben het over een deur. Alleen ik zie geen deur. Oh, dat was een deur waar ik zeker heen moet nu ik alle sleutels heb. Oh, wat, dan moet ik terug. Voor mij moet ik dan aan het laboratorium weer uit. En daar was aan de zijkant nog een deurtje, volgens mij. Dat weet ik niet 100% zeker, hoor. Maar dat staat me vaag bij. Of was hier wat nog? Nee, ik moet terug, volgens mij. Voor mij moet ik terug het laboratorium uit. Hopen dat de spookmeneer niet komt, want die is hartstikke gemeen. Hier naar beneden. En dan zou het hier rechts moeten zijn, toch? Nee? Oh, nee, wacht. Hier naar beneden. Even opstaan. Opstaan is altijd goed. En dan is hier nog een laatste deurtje waar je nog een sleutel voor nodig had. Ja, oké. Nog een keer opslaan. Je weet het maar nooit in dit spel. Nou, hier dan. Welkom in het eind. Ik draai er niet omheen.
Er zijn 5 kamers. Er zijn 5 mensen. Kies een kamer en ga naar binnen. Er staat daar een computer. Oeh, Minecraft! Ik dacht, maak nog even een grapje tussen al het geheel door van mij. Kies de persoon waarvan jij denkt dat het de moordenaar is. Als je het goed geraden hebt, ben je vrij. Maar je mag maar 1 keer kiezen. Bij een foute keuze word je afgemaakt. Dus kies wijs. Oh, en je krijgt 1 minuut. Gaan we echt doen wat hij zegt? Ik wil niet vermoord worden. Het moet wel. Hier worden we ook vermoord. Maar met de computer hebben we nog een kans, dat is waar. Kies mij niet, ik ben het echt niet. Jullie zullen allemaal sterven. Ik denk dat we maar moeten gaan. Maar denk er nog eens over na. Is een van ons de moordenaar? Of was het dat verzonnen voor het spel? Ik denk dat Larry gelijk heeft. Maar we moeten echt gaan. Succes iedereen. Oké dan. Nou, ik ga maar lekker naar mijn deur toe. Oké. Wie is de moordenaar? Nou, het is of Jack, of het is gewoon de knop van niemand. De vraag is wie van deze mensen is Jack. Ik heb geen idee, dus ik ga maar gewoon voor niemand. Laten we gewoon veilig kiezen, want waarschijnlijk is het toch niemand. Net als dat er staat, haal deze knop niet over en als je dan doet, ga je dood, wel zoiets. Je moet gewoon niemand kiezen. Oké, nou, ik leef nog in ieder geval. Mark, je bent er! We hebben het allemaal gehaald! Blijkbaar was niemand de moordenaar. Larry had gelijk. Laten we naar huis gaan. En snel. Dus, dat is dat? Na alles wat er is gebeurd? Wie was de moordenaar? En waarom is dit gebeurd? Maak je niet druk. We zijn vrij. Je hebt gelijk. We gaan. Wordt vervolgd. Oké, wat een raar einde. Wat een raar einde. Wordt vervolgd. Ze zijn toch thuis? Nou ja, ik heb wel genoeg in mijn broek geplast. Als jullie willen, want er schijnt dus een deel 2 van te zijn, had ik al gezien. Als jullie willen dat ik deel 2 speel, laat zeker even een like achter. Laat sowieso maar een like achter, ook al wil je niet dat ik deel 2 speel. Dat vind ik wel fijn. Laat even een leuke reactie achter dan van, hey Erik, ik vond dit zo leuk, want je faalt en je bent een sukkel. En doe deel 2. Misschien voor je eigen kanaal, misschien voor Biontown, voor nog een XXL gameplay. Ik hoor het wel van jullie. En dan zie ik volgende week opnieuw bij een nieuwe XXL gameplay. Misschien iets minder eng, iets meer grappig. Misschien word ik geslagen door een naakte vrouw. Ik weet het niet, dat zien we allemaal volgende week. Want ieder XXL gameplay is een mysterie. Net als dit spel. Bedankt voor het kijken, ik heb ervan genoten. Shout-out naar de persoon die het gemaakt heeft. Want het is een Nederlands indie game dude. En hij is echt heel underground. Zo underground. Dat er zitten allemaal aardwormen op zijn gezicht. Yeah. In ieder geval bedankt voor het kijken. Ik vond het fucking vette game. Vooral het concept. Ik vond een beetje de uitkomst van ja, niemand was eigenlijk de moordenaar. Beetje lame. Ik had het grappig gevonden als ik het zelf was of zo. En dan iedereen neer ging steken. Dat had ik al grappig gevonden. In ieder geval bedankt voor het kijken. Finish. Oké, raar. In ieder geval bedankt. Ik heb genoten. Oh, oké. Ik dacht even dat is me geen laten schrikken. Als ik quit drukte. Dat is maar een geheime video voorraad. Super geheim. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende aflevering. Doei! Bye.